aankomst halte Stadhuis. Terneuzen. Zoals je hier kan zien, je hebt hier een viertal sporen die hier toe komen. En ik vermoed dus dat die spoor verbonden is met Mechelen, treinstation. Maar ongeveer alles is verbonden met België, dus als er hier treinen zouden komen, passagierstreinen, kan men in België overstappen en kan men overal terecht. Dat is hier natuurlijk een eindpunt. Enorme rust. Je hebt er wel sporadisch een keer een boot die uitvaart. En dan ook heel weinig volk. Mensen een keer met de hond. En voor de rest is hier absoluut niemand. Ja, het is ook een feit, zoals het openbaar vervoer, ik zeg, de bus stopt daar aan Stadhuis. Je moet alles te voet doen. Binnenstad, naar het winkelcentrum die buiten de binnenstad is. En dan ook de volgende halte van het busstation. Dus, dat zou zeggen, nog twee haltes verder. Ligt buiten de binnenstad. Je kan er amper te voet naartoe. Het is allemaal... Ja, toch wel heel slecht geregeld. Je ziet dus hier ook toch wel vele woningen die gewoon leeg staan, verlaten zijn. Ja, en die binnenstad voelt toch ook wel gevaarlijk aan. Allee, nu niet om te overdrijven, maar toch wel door die leegstand, die straten, die winkels die leeg staan, dat geeft toch allemaal geen... positieve blik. Ja, als ik hier nu ga naar dat winkelpand, het eerste dat je dus al ziet, te huur aan de linkerkant, dan zie je dus ook, dus daar die bioscoop, die cafés hier, die ja, nauwelijks klanten hebben in de dag op de avond.
Zie, dat is het grote probleem overal, interneuzen en toch wel in vele steden. Dat is dat blik. Je komt binnen, de huur, de leegstand. Je hebt dan vervolgens wel wat winkels, maar dat geeft toch wel geen positieve indruk. Het is ook geen aangename sfeer, hè, als je zo binnenkomt in die leegstaande blokken te huur. Dat was ook zo'n winkel met zaken voor huisgrief en zo, ook te huur.